Als we een kampioenschap verstoppen zijn, zullen jullie zeker weten winnen. Nou mam, goed hè? Zullen we nu gaan lunchen? Ja, ik heb ook wel. Het leven was mooi vroeger. We leefden fijn met onze ouders en speelden vaak verstoppertje. De oorlog in ons land zorgde ervoor dat alles veranderde. We vluchten met onze ouders en een neefje en neefjes. Hey, dit is volgens mij een grenspost. Ja, we hebben het gehaald. Yes. We hebben het gehaald. Na heel lang lopen kwamen we bij een grens waar rebellen te wachten. Jongens, mensen komen bij de grenspost. Ja, Ismael, we hebben ze gezien. Wat zit erin? Yes. Yes. Oh, hoe gaat het met jou? Hallo. Papieren. Oh ja, ja, nee, natuurlijk. Nee, niks. Sorry. Ja, jullie missen het S350 formulier. Maar hoe komen we daar dan aan? Jullie moeten terug naar jullie geboorteplaats. Want daar alleen de Alsjeblieft, meneer. Meneer! Oh, wat erg! Dan moeten we helemaal terug! Ik verzin wel een plan. Kom, kinderen! Ik vertrouw dit niet allemaal, jongens. Ismael, help! Nu! Actie! Wij gaan zo meteen hele erge ruzie maken en jullie moeten doen waar jullie goed in zijn. Verstoppen. Ja. Maar het kan zijn dat jullie papa en mama daarna niet meer zien. Echt waar? Ja. Zal jullie missen? Wat is dit nou weer? We gaan helemaal niet terug! Het was ons gelukt ons zo goed te verstoppen dat we niet gevonden werden. Waar zijn ze nou? Zouden ze gepakt zijn? Denk het. En onze neef en nichtjes kwamen we ook weer tegen. Hebben jullie je ouders nog gezien? Nee, helaas niet. We zagen ze alleen afgevoerd worden. We laten ons niet pakken. Voor mama en papa. Mama en papa! Oma en tante! Zo begon onze lange reis op weg naar veiligheid. We sliepen waar we konden, maar hadden vaak last van nachtmerries. De grond! Op de grond! Wat is er? Oh, ik heb al mijn nachtmerries van de laatste tijd. We hadden ook geluk. Zo kregen we een lift en stapten we in Wageningen uit. Even gooien zo. Ja, kom. We vonden die avond een verworven.
warmtehok om in te slapen. Zo, laten we gaan slapen. Ja. Ik las net dat wij recht hebben op bescherming tijdens oorlog. Nou, daar heb ik weinig van gemerkt. Ja, wij ook niet. Laten we gaan slapen. Ja, slaap lekker. Slaap lekker. Rusten. Echt waar? Wat doen jullie in ons fietsenhok? We zijn gevlucht voor de oorlog. Kunt u ons helpen? Ja, we zijn echt al weken onderweg. Wat vreselijk, kom maar met ons mee. Oké. Ik voel me lekker sterven. De vrouw die ons hielp bleek bij Sepp Life te werken. Jij doet de aankondiging, dan maak jij hem af. Actie. Hey, hallo allemaal. Welkom bij Sepp Life. Vandaag hebben we een hele speciale uitzending over vluchtelingen die voor de oorlog zijn gevlucht. Oké, komen jullie met me mee, want daar staan de kinderen. Ja, is goed. Ja. En wij mochten als speciale gasten naar de studio komen. Zo kinderen, dit zijn de presentatoren van Sepp Life. Hallo. Hebben jullie nog last van wat jullie allemaal hebben meegemaakt? Ja, we hebben allemaal heel erg last van nachtmerries. We hebben een vrouw gevonden die hetzelfde heeft meegemaakt als jullie. En zij gaat jullie helpen. Het was fijn dat we werden geholpen. Hallo, door Farsi. Ik ben Farsi en ik begrijp wat jullie hebben meegemaakt. Sluit jullie ogen maar. Ah, mama, papa. Jullie worden meegenomen door soldaten. Nee, doen. Het duurde heel lang, maar het hielp wel. Alleen één spel, wat we vroeger graag speelden, doen we nu nooit meer. Hé, wie wilde in de pauze meedoen met verstoppertje? Ja, dat kan gebeuren dan, hè jongens. Ja, even jij mag nog even terug. Ik zat echt helemaal niet goed. Dit is de eerste bloemen. Ik snap echt niet waar ze zijn. Nee, ze hebben ze heel goed verstopt. Dat was de cue, ja. Hè, geloof ik. Ja, zo, dat was haar. Wat zei hier staat ze voor de periode. Ja. Je moet ze niet helemaal dicht doen, hè? Bruh. Ja, een beetje vroeger. Ja? Dus je doet gewoon schijnen en zo dicht. Ja. Nou, mam, ik heb honger. Nou, dat net deed beter, ja? We gaan helemaal niet terug. Nee, dat doe je het hier nog niet. Hou je mond! Hou je mond! Op de grond! Oké, de rest staat er nou zo bij. Ja, we spelen allemaal deze scène, ja? Oké, jongens, net staat hij op. Ah, jammer, dit ging bijna goed. Kom op. Gaat het? Ja, we staan hier natuurlijk met z'n vieren in een dictie. Maar gaat het allemaal nog? Op een schaal van 1 tot 10, hoe stinkt het? Nou, valt wel mee toch? Ja, mensen. Nog maar een half uurtje. Nee, stinkt hier naar mensen. Nee, oké. Nee, niet lachen jongens, ik ben echt volop aan het lachen jij. Ja? Nog een keer, kom op. Actie. Hé, hey, het is nu donker. Ik was tekst in. Ja, mag niet. Oké. Kinderen, dit zijn de septoren, wou ik zeggen. Presentatoren van Zeppelin. Ik denk aan dieren die ouders opeten. Dat is We hebben een vrouw gevonden die... Wacht, hè? Ze hebben iets